Rovers, staat op. Weer eens even erop bij ons vandaag. Geer en Goor, want vanavond gaat het feest weer beginnen. Want dat is het wel natuurlijk, toch? Of niet? Voor jullie ook? Ja. Nou, het maken op zich is best een heel zwaar proces. Hoe lang zijn jullie mee bezig eigenlijk? We hebben bijna 24 dagen gedraaid in totaal voor 8 programma's. En ik moet je zeggen dat het was best pit. Nou ja, weet je, het gekke is, jij hebt natuurlijk van de zomer had je dat ongeluk gehad. Wij zijn in oktober, november begonnen. Maar alles schoof daardoor wel op. En heb je je eigen programma's en je andere dingen tussendoor. Ja. Dus we hebben dat is een ongelooflijke uitzoekerij geweest. Met name voor Wino en Mirjam. Die dat allemaal moeten met die agenda's. Maar we hebben er 3 in december gedaan. En november ook alleen. 5. Ja? Ja. Oh, nou, in ieder geval 5 nog dit jaar. Dat hebben we lopen verrekken van de kou. Dat wordt in april uitgezonden. Doe net even wat het voorjaar is. Ze hebben gewoon zitten te vernikkelen daar. Ja. Wat, Geer en Goor zoeken een hobby. Waar, ja. Hoe zit het? Waar komt dat vandaan? Nou ja, vertel jij maar. Ja, Goor, vertel. Nou ja, we hebben natuurlijk 2 seizoenen gehad. Eerst dat we in de bijstand zaten. En dat we zeg maar, op bijstandsniveau gingen leven zoals de AOW van de mensen. En het tweede seizoen hebben we eigenlijk die oudjes die eenzaam zijn uit hun comfortzone gehaald. Als je nu terugkijkt, denk je van, was dat wel verstandig? Want daar is eigenlijk de boodschap niet heel goed overgekomen. En wat we nu doen... Maar ja, hun wensen gingen wel in vervulling. Ja, oké, maar de boodschap die we willen overbrengen, of eigenlijk het beeld dat we willen laten zien, is dat de eenzaamheid in Nederland zo schrijnend is. 1 miljoen mensen zijn eenzaam in Nederland, waarvan 300.000 echt heel eenzaam. Dus dan komt er dus eentje gewoon in de 3 of 4 maanden bij je langs. Moet je dagen. Als je gewoon ook kinderen hebt, hè, dat zien we dan van dichtbij. Ja, dat is echt ongekend triest. Maar wat is daar dan gebeurd in die families? Heb je daar nog bedoeld? Nou, daar zitten we natuurlijk ook op te hakken. Ja. Want op een gegeven moment, vanavond zal je in de uitzending zien, hè, dat Ellie erin zit. Dat is een dame zonder benen. Die heeft dat ooit gekregen door een ziekte dat de aderen dicht sliep. Dus de benen moesten afgezet worden. En op een gegeven moment, dan kreeg jij dat toch zover alleen om toch te zeggen dat ze een dochter heeft. Die woont bij haar om de hoek. Ja. Het is doodziek en eenzaam. En die komt er 1 keer in de 4 jaar niet gezien. Hè? Ja, om de hoek. En dan zit je moeder alleen in een verzorgingshuis. En dan denk je van mijn hemel. En dan moet je toch je oog uit je kop schamen. Wat er ook gebeurd is. Nou, want hoe lang is je moeder er dan nog, weet je wel. Ja. En zo is het met zoveel gevallen. Ook met mensen die kinderen zijn overleden. Of er is zoveel ellende. En wij zijn iedere keer een stuk gieren en gillen. Maar als je die verhalen hoort, dan ga je echt tot aan de grond. Dan denk je later, dat kan niet waar zijn. Het is lachen en huilen, gewoon het programma. En de reden dat we een hobby zoeken, is dat we die mensen weer... wat ze vroeger hebben gedaan, zoals Ellie bijvoorbeeld... reed vroeger een motor, is 50 jaar geleden. Maar kan dat dus nu, natuurlijk nu niet meer. Nee. En nu hebben wij dus een motorclub gevonden, de Satudara. Nee. Heel aardige jongens. Ja, ik ken er eentje heel goed, maar goed, dat terzijde. Waar ken je die van dan? Ja. Leeravondje zeker. Nou, zijn tatoeage staat nog in mijn rug. Maar er zijn gek vorige week stond er een VAT 69 op. Jij zal allemaal tatoeages op je rug hebben gehad, schat. Nou, er staat nu heel groot welkom. Maar, En ik weet de laatste keer bij de opname dat je niet meer kon lopen. Ik weet niet hoe dat kwam. Of had je weer een klein ongelukje gehad? Was je weer even in Mykonos geweest? Had je weer een achteruitrijspiegel in je rug gekregen? Het zal wel een van de Grieks opgegraven kruid zijn. Ik wil het eens even zeggen. Vertel nog eens van dat ongeluk. Je wou er niet zeggen dat je zo geboren was? Oké, even serieus. Als jij ooit een ongeluk krijgt, dan kom je in de Bergman-kliniek. Nou, ik sta al in het Wassenbeeldenmuseum, vind je niet genoeg? Dat jij er überhaupt ook nog staat met die grafhassers. Dat ze er genoeg was voor hadden. Ze hebben vroeger ook neergezet, hè? Gaat er niet. Tot bij de bar. Oh. Als barkeeper. Zo leuk. Maar goed, we hadden het over het programma. Ik haal dit niet vol, hoor. Ik ga dit niet volhouden. Dat is wel een hobby voor die mensen. Ja. En daar zijn we op een gegeven moment zo klaar mee. Dat we... Nee. En Ellie wordt dus elke... kiezen wanneer ze wordt opgehaald door die motorclub. Oké. Okay. Nee, wat heel belangrijk is om even te zeggen... dat het gewoon dat we dat met Ellie vond samen... Nee, we moeten wel serieus zijn, schat. Ja. Ja. Probeer het is heel leuk als je naar de ouderen gaat... en dat je een keer gaat joelen of op de koffie of een gebakje. Maar dat moet preventief. Dus het ouderenfonds zorgt ervoor met al die mensen die wij bezocht hebben... dat alle wensen die dus de hobby's die in vervulling gaan...
dat dat elke week mag of één keer de twee weken. Dat die mensen dus echt gewoon uit hun isolement worden gehaald. Maar het is echt een moeite waard om te kijken vanavond. Want ook, we moeten ons al realiseren, dat zei ik gisteren al, van dat iedereen kans maakt. En dat klinkt heel lullig wat ik nu zeg. En het is heel depressief als je naar je werk rijdt nu en dat je er eigenlijk helemaal niet over na wilt denken. Als ik naar jou kijk, word ik al depressief. Maar dus, iedereen maakt kans om alleen achter te blijven. Ja, ja, ook al heb je gezinnen, ook al heb je nu een mooie familie. Iedereen heeft daar gewoon, maakt daar kans op. En wij komen die gevallen tegen. Dat iedereen, dat die mensen alles en iedereen hebben overleefd. En, en die dood willen. Ik wil dood, zeggen mensen, letterlijk en figuurlijk. Maar ja, jij bent nog niet eenzaam en ook nog niet oud, maar jij wil het maar ook wel. Maar ik wil wel dood, Maar ik heb het taal klaar hangen hier. Er is straks weinig voor nodig, heb ik het idee. Maar ik zou je graag nog aanstampen. Ja. Maar goed, Edwin, ik zie dat je alweer genoeg gewerkt hebt. Ik heb lekker op vakantie. Weken weg, of 6 weken. Nou, ik ben 1,5 miljoen per jaar verdienen, was ik nog blij. Ik ben morgen vrij, maar ik durf het haast niet. Ik ken niemand die zo fluitelt naar zijn werk gaat. Nou, meestal als ik terug ga. Hey, wat hebben jullie nog meer voor hobby's gedaan? Onderwaterpijpen. En kant kutklossen. En bejaarden klikje dik. En synchroon vingeren voor bejaarden. Helaas won Gordon dat. Dat hij mee. Het oudere vondst is ontzettend blij met jullie. Het oudere vondst is nog nooit zo oud geweest. Jezus. Wat moet ik hier nou mee? Ja, helemaal niks. Dat sluit het programma nu. Sluit het maar af, want ik heb nog een interview met Tim Klein zo op Radio 10. En ik moet nog een liedje door Knip in Delfzijl dus opschieten. Dieven zijn te rijden, maar ja, maar we raken daar niet 20 ruggen. Die 20 ruggen, willen jullie nog iets over de uitzending zeggen verder? Of, ja, wel, om nee, half negen begint half negen, het. Nee. Nou, nee, niet hoesten die microfoon, man. Ik heb gewoon de slijm van Henk Blok in mijn mond. Ik heb gewoon een hele Henk Blok in mijn mond zitten. Wat zeg je? Moeten we niet even mensen, misschien luisteraars wat vragen? Luisteraars nog wat vragen? Ja, dat is misschien leuk. Misschien luisteraars nog wat vragen. Tering opgelopen in die grafstudio. We hebben die eerste bellen. Ik denk Leni het hart als ik het zo. Wie schop Leni het hart? Oké, onze lijnen zijn open. 0909-3538. Mochten de mensen vragen hebben voor Geer en voor. Ja. Maar we hebben dus motorrijden gehad. Wat gaan jullie nog meer doen? Ik zag jullie op een gegeven moment haken, breien. Wat ja, dat is ook een man punneke. Bijvoorbeeld die punneke, ja, dat doe je hele leven al, toch? Of niet? Ja, we doen hele leuke dingen, maar we kunnen er niet meer op komen. Nee, we hebben de meest prachtige dingen voor mee. We zijn met Huub bijvoorbeeld in deze uitzending zijn we naar een timmerclubje gegaan. En dat is een soort van zorgboerderij waar die oudjes dan heen kunnen gaan en dan hun oude hobby weer kunnen oppakken. Dus het is hilarisch, want dan zie je al die lieve mannetjes. En die vertellen dan hun verhaal. Oh, de een heeft een herseninfarct gehad. En die heeft dit gehad. En dan staan ze nog heel schattig zijn vogelhuisje in elkaar te timmeren. Terwijl jij dan een briljante opmerking maakt. Want er is een man die heeft. Nee, dat zeg je niet. Dat zeggen we niet, hè? Nee, dat kan niet. Nee? Nee, dat kan echt niet. Dat komt niet over op de radio. Nee, nou, dat kom je sowieso niet, hoor. Oké, we hebben een luisteraar. Ben jij niet radio? Hebben we een luisteraar? We hebben een luisteraar, nee, Gordon. Top. Ja. 15 jaar, goedemorgen. Goedemorgen, spreek met Rama. Hallo. Ja, zeg het maar, Rama. Ik had een vraag. Dat is een programma nog van Geer en Goor. En dan kon je hun vragen stellen. Ja. En dan wil ik een vraag aan hun stellen. Ja, dat kan nu. Dat is dit programma inderdaad. Ja. Rama zitten. En mijn vraag is, van ik wil graag een keer met hun mee. Oh, dat kan hoor. Ja. Ja, dat kan. Nou, met Gerard sowieso. Die is er heel gevoelig voor. Zeker. Hè? 06. Nee hoor. Nou ja, ik moet je wel zeggen, de opnames zijn natuurlijk al geweest voor dit programma. Ja. En dus dat wordt een. Maar jammer. Of wil op een andere manier mee, begrijp ik? Ja. Hij wil mee naar de opnames. Ja, met de opnames. Ja. We zijn van plan om tribunes neer te zetten binnenkort. Dat gaat hem dus niet worden. Oké, we gaan even naar de volgende bellen. Ja, dankjewel, Rama. Ja, zeker. Rama, vijfde dag, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Ik heb een brandende vraag. Ik heb een tip voor Geer en Goor. Ja, zeg het maar.
Ja. Laat me een scheidsrechter worden. Hé? Laat maar. Wat scheidsrechter van de KNVB. Scheidsrechter? En dan, Waar gaat het over? Ik vraag me ook af. We trekken deze heel ander publiek. Ja, een heel ander publiek. Ja. Nog even de andere. Goedemorgen. Gaat het over die scheidsrechter van de week? Want daar heb ik nog wel een leuk verhaal over. Nee, echt hoor. 15 jaar, goedemorgen. Goedemorgen met Sophia. Hallo, dag, Sophia. Sophia komt met een zinnige vraag, daar ben ik van overtuigd. Sophia, zeg het maar. Ik werk zelf als verzorgende in de verzorgingshuis. Heel goed. En het ergste vind ik, als mensen terminaal zijn, dat de familie geen eens tijd heeft dat te wachten dat de mensen overleden zijn. Ook dat gebeurt, ja, dat is afschuwelijk. Zo erg. Wat vreselijk, hè? Dan komen ze binnen en dan vragen ze van, hoe lang duurt het nog? Nee, joh, dat meen je niet. Ja, ja dat gebeurt gewoon. Dat gebeurt. Ja. En daar moeten de mensen zich eigen voor schamen. Ja, ja. Ik ben wel met u eens, mevrouw. Maar Sophia, ja. Namens Geer en mij willen wij jou in ieder geval heel erg bedanken voor wat je doet voor de oudere mensen. Dank je wel. Super lief. Ja, heel belangrijk. Dank je wel. Het is ook een enorme werkdruk hoor, absoluut. Maar als je het niet met je hart doet, dan moet je helemaal niet aan dat werk doen. Nee, dat is ook zo. Heb je het programma wel gezien van Geer en Goor, ongetwijfeld? Altijd. Hoe vind je dat ze het doen met de oudjes? Ja, te weinig. Deze shows komen te weinig op de tv's. Jullie weten niet hoeveel ouderen ook bij ons er naar kijken en wat jullie ermee doen. Dat is echt super. Ik ben zo trots op jullie. Oh, nou, dat is lief. Wat lief. Jullie ons werk zo in het licht zetten. En verdient ook. Willigers nodig zijn. Ik vind jullie echt zo top. Dank u wel. Dank je wel, Sophia. Maar Edwin, weet je wat ook een... Dank je wel, Sophia. Weet je wat ook ongelooflijk gek is in dit land? Doordat natuurlijk alle gemeentes nu alle zorgdingen moeten betalen, betekent dat in de verzorgingstehuizen... Dus nu... er zitten gehandicapten in, er zitten dementeren in, er zitten gezonde bejaarden in. Maar de bejaarden die nog goed zijn, die worden natuurlijk daar gewoon tussen gezet. Ja, ja, precies. En dat is een kostenplaatje. Dus dat is voor sommige ouderen verschrikkelijk. Die willen dan weer naar een ander tehuis en zo. En ja, soms is dat gewoon ongelooflijk lastig. Jullie zijn ook bij Mark Rutte geweest. Wat hebben jullie daar gedaan? Nou, dat moet je aan Goren vragen, want jij kent hem persoonlijk heel goed. Ja, ik was vorig jaar op het torentje geweest, privé bezoek. En toen heb ik hem gevraagd, van, het zou zo leuk zijn om zeg maar het programma te openen door jou. Om gewoon wat gewicht te geven aan de belangrijkheid van wat we aan het willen laten zien. Nou, dat vond hij helemaal te gek en dat deed hij en dat heeft hij zich aan gehouden. Dus dat was onwijs leuk. Je hebt wel heel veel mensen die nu zeggen, ja, wat moet je nou en dit. Hij doet helemaal niks en de ouderen. Dat is niet waar, want hij doet heel veel. En hij probeert alles wat in zijn macht ligt om te doen voor de ouderen en ook voor de zorg. Alleen ja, je doet het nooit goed als politicus. Dus nee, dat is waar. Dat is gewoon heel moeilijk. Vorig jaar is er 320 miljoen extra naar de zorg gegaan. En dat hopen we natuurlijk gewoon door dit programma misschien weer... de aandacht te vestigen, dat weer gaat gebeuren. Dus ja, dat zou alleen maar fantastisch zijn. Nou ja, het zou mooi zijn als de mensen in de zorg toch in zijn totaliteit iets meer zouden moeten gaan verdienen. Mensen hebben zo zwaar werk. Ik weet het nog ook dat wij bijvoorbeeld op een gegeven moment oproep deden voor vrijwilligers. En dan kwamen hier mensen op straat en zeggen, hey, Geer, ik heb lachen weer met Geer en Goor. Ik ga het ook doen. Ik zeg, jongens, maar ga eens een oudje, die moet je onder je arm altijd vastpakken als het iemand invalide is. Heel zwaar. Die moet je op het toilet zitten, moet je kont afvegen, dan moet je spoelen en dan moet je het weer aankleden. Het is niet zomaar wat. Nee. Goed weten voordat je het doet, doe het uit je hart. En dan is er niks aan de hand. Dan is het superleuk om te doen en dan krijg je er ongelooflijk veel voor terug. En mensen kunnen nu al sms'en. Het woordje oud naar 4333. En dan kun je een bijdrage doen door middel van een sms. En die actie start vanavond en we hopen heel veel geld op te halen voor het ouderenfonds. Zodat we al die eenzame mensen kunnen helpen in Nederland. Waanzinnig jongens. Wat een slotstuk. Ja, het is mooi gesproken. Ongelooflijk. Dat het er toch nog van kwam, hè? Dat is toch... ik had het niet verwacht meer. Ik zag het niet meer gebeuren. Want vanavond wordt het ook met een lach en een traan. Dus ik hoop echt dat iedereen gaat kijken. Ik ga zeker kijken. Het is 4:30. Leuk hoor. Kan morgen lekker uitslapen, dus ik ga zeker kijken. Nou, maar één boer dan. Ja, één boer, jongens. Nou, een colaatje, wacht even. Een cola. Nou, Frank, bedankt. Hey. Kees en Arie ook, hartstikke bedankt. Ja, jongens, succes. Ik heb nog een nieuwe single, maar die zal vast niet gedraaid worden, denk ik. Nee, daar moet ik niet van uit. Jongens, bedankt. Nee, jongens, heel graag gedaan. En succes met alles. Hè. Dankjewel. Dames en heren, nou, dat was weer bellen, hè? Nou, zo. 4 berichten. 5-3.
Bart Stevens staat op.